Hoi, ik ben Connie van Enkevoort, maagdarmleverarts. Darmkanker komt heel vaak voor. Het is de derde meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Nou, er zijn eigenlijk 7 signalen waar je op kan letten of je symptomen hebt die kunnen passen bij darmkanker. Op de Maag-Lever-Darm-Stichting website kan je naar die signalen kijken. Darmkanker is wel een aandoening die goed te behandelen valt over het algemeen en vaak in een eerder stadium al gevonden wordt. Het bevolkingsonderzoek heeft er ook voor gezorgd dat we mensen ook steeds in een vroeger stadium vinden. Als u een bevolkingsonderzoek meedoet, is dat tussen de 55 en de 75 jaar. Dat is zowel voor mannen als voor vrouwen. En u krijgt dan een brief thuis met een paarse envelop waarin een test zit, een ontlastingstest. Bij 4% tot 5% van de mensen wordt iets gevonden boven een bepaalde waarde, waardoor zij weer een bericht krijgen dat de test positief is. Als je 1 keer aan die test meedoet, dan is misschien maar 60 of 70% wordt opgepikt. Maar bij een herhaling en nog een herhaling loopt dat zelfs op naar 80 tot 90%. Dus het is belangrijk om inderdaad ook dit te blijven herhalen, ook al is de test de eerste keer negatief. Nou, we hebben een darmonderzoek afgesproken. Dat betekent wel dat u daarvoor u moet voorbereiden. De darmen moeten goed schoon zijn. Die voorbereiding die wordt ook nog preciezer toegelicht of in een folder. En daarnaast hebben we ook een app, een zorg-app, waarin u het tijdstip van het darmonderzoek kan invullen. En dan geeft de app precies aan wat u allemaal mag en moet doen. Sommige patiënten kunnen geen endoscopie ondergaan. Dan zijn er 2 dingen die we kunnen kiezen. Een CT-scan die vooral gericht is op de dikke darm. Of deze nieuwe ontwikkeling die we dus nu onderzoeken. En dat is een onderzoek vanuit het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. In samenwerking met een aantal grotere perifere ziekenhuizen die veel patiënten zien met darmkanker en veel bevolkingsonderzoeken doen. Dit is dan de camera die moet worden ingeslikt. We gebruiken dat wel al in de reguliere zorg voor de dunne darm, maar voor de dikke darm is dat dus een nieuwe ontwikkeling wat we nog verder moeten onderzoeken hoe geschikt dat is. Dit is de grootte van de camera. Die neemt meer dan 8 beeldjes per seconde op en die worden vervolgens opgenomen met een videorecorder. Die videorecorder die wordt op een band vastgelegd om de buik. De recorder wordt daar ingezet en de patiënt gaat nadat hij die pilcamera heeft ingeslikt naar huis. Als we met het darmonderzoek gaan beginnen, dan gaan we zo dadelijk eerst alle metingen doen, een aantal controlevragen stellen. En vervolgens gaan we het roesje geven. U kunt zelf meekijken op het scherm als u dat wil. Maar er zijn ook mensen die zeggen van ik wil liever wat dieper slapen. Maar dat kunnen we in overleg met u samen doen. Dit is de scope die wordt ingebracht. Het slangetje dat wordt ingebracht om te kijken van binnen. We gaan eerst de hele darm naar binnen en stropen we op over de scope. Op de terugweg gaan we vooral heel goed kijken. En we hebben daarvoor goed licht, wat we ook nog in verschillende kleuren kunnen zetten. Waardoor we polypen, het voorstadium van darmkanker, nog beter kunnen detecteren. De scope heeft verschillende stuurfuncties, maar zelf kunnen we dat ook draaien aan het handvat. En via dit werkkanaal worden verschillende instrumenten opgevoerd die in de darm hun werk kunnen doen. Als we een polyp vinden, dan kunnen we die in de meeste gevallen direct verwijderen. Als het een grote polyp is, of we hebben het idee dat het toch al een overgang is naar darmkanker, of een beginnende vorm van darmkanker, dan hebben we daar andere endoscopische technieken voor om die te verwijderen, waarbij het dieper wordt weggesneden. Dan wordt een nieuw onderzoek daarvoor ingepland in overleg met u.